Breda Nu. Zorgcentrum Elisabeth bestaat dit jaar 200 jaar. Stadssociëteit De Gouden Cirkel organiseerde een informatieve avond over hoe het Elisabeth aan het begin stond van de ontwikkeling van de zorg in Breda. Nou, ik heb een verhaal verteld over dat de zorg in Breda 200 jaar bestaat. En waar de oorsprong van de Bredaanse gezondheidszorg vandaan is gekomen, dat is nogal een bijzonder verhaal. En dat is leuk om te vertellen af en toe. En sommige mensen vinden het ook interessant om te horen. Hoe dat ooit aan de Leuvenaarstraat in Breda ontstaan is. En hoe dat zich uitgespreid heeft naar bijvoorbeeld de start van het Ignatius ziekenhuis. Maar zover als dat er ziekenhuizen op Curaçao zijn, Oeganda, Tanzania. En eigenlijk alles vindt zijn oorsprong hier in Breda. Want u heeft beide uw leven gewijd aan het verzorgen en verplegen van de medemens? Ik heb een beetje meer in de opleiding gezeten van de verpleegsters en de vroedvrouwen in de tropische landen in Afrika. Oeganda hoorde ik. Oeganda en Tanzania. Okay. En Breda. Vanuit Breda zijn we dus uitgezonden naar deze landen. Er was ooit een voorziening voor oude mannen in 1455. Maar dat is op een gegeven moment is dat ter ziele gegaan, is dat leeg komen te staan. Ja. En in 1819 is er weer een doorstart gemaakt en toen is men echt zieken gaan verplegen. En later is dat ziekenhuis geworden. Maar goed, dit was allemaal nog redelijk middeleeuwse zorg. Hè. Men was nog niet zover dat we allerlei ingewikkelde operaties of dat soort zaken uit konden voeren. Het meest opvallende vond ik in uw uitleg. De meeste ziektes werden eigenlijk voorkomen doordat men op een gegeven moment rioleringen aanlegde. Ja, dat klopt. Een heleboel mensen denken dat wij hele knappe mensen zijn met de geneeskunst. Maar de beste ontwikkeling is geweest dat we gewoon hygiëne, dat we ontdekten dat er allerlei bacillen, kennelijk in vies water, in ontlasting, in afval, konden zitten waardoor we ziek werden. Dus in die tijd, in 1819, gingen nog heel veel mensen dood aan cholera, aan pokken, aan TBC's. Allemaal besmettingsziekten die, als we beter hygiëne hadden, konden voorkomen. En als je zegt, nou, ik ben nu 83 en als ik dan terugkijk op het begin van de vorming en nabijheid van mensen en zichzelf nou kunnen geven, dat geeft eigenlijk een heel fijn gevoel. Ja. En dat je zegt, nou, nu op een hogere leeftijd, dan kunnen we voor elkaar ook nog veel betekenen. Want het is wel zo, onze congregatie, daar zijn natuurlijk geen nieuwelingen meer. Maar dat laatste wat we elkaar nog te bieden hebben, wij hebben goede hulp langs alle kanten. Dat je zegt van, met elkaar proberen we nog een mooi religieus leven nog op te bouwen. Breda Nu.